Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl. Goedenavond, goed dat je erbij bent. Het is dinsdagavond en we praten met Geert Brusselers, de trainer van PSV onder 19. Hoe is het met hem en hoe is het met zijn ploeg na de uitschakeling in Europa? En hoe groot is de kans dat die ploeg nog kampioen wordt in de competitie? Want dat kan ook gewoon nog. Ja, wat PSV 1 afgelopen weekend niet lukte, dat lukte jullie wel. Jullie wonnen van Feyenoord, maar hoe gek was die week? Geert Brusselers, welkom. Dankjewel. Dit was een gekke week, ja. Ja. Ja, met de uiterste, zeg maar. Een uitschakeling in de Youth League. Daar kun je mee leven. De wijze waarop, die is natuurlijk heel erg pijnlijk. Daar kunnen we minder mee leven, zeg maar. Ja. Want je bent er te dichtbij om daar zomaar overheen te stappen. Als er een tegenstander die beter is, die je met 3-0 wegtikt, dan ben je ook niet blij, maar dan heb je er vrede mee. Deze, die was pijnlijk. Die was hard. Dit was zo close natuurlijk. Ja, klopt. Dat vroeg behoorlijk wat van de jongens. Want zaterdag hadden we de topper tegen Feyenoord op het programma. Mm-hmm. Nou ja, dan moeten ze er wel weer staan. Het is heel simpel. We kunnen niet lang rouwen. En dat hebben ze keurig opgepakt. En resulteerde in een hele mooie uitslag, 4-0. Ja, en nog steeds staan er een aantal doelstellingen die nog gehaald kunnen worden. Europees is dat over, maar beker en competitie doen jullie nog volop mee. Ja, we doen volop mee. En we willen die twee prijzen ook wel pakken. Ja, begrijpelijk. Maar wat is er belangrijker? Dat internationale aspect of die competitie winnen? Nou, beide. Uiteindelijk zeggen wij, waar leiden we ze voor op? En dat is PSV 1. Ja. En als alles goed is, draaien die ook een heel seizoen dubbele programma's. Waaronder Europees, competitie, beker. En dan wordt er ook verwacht dat ze eigenlijk iedere wedstrijd er weer staan. Dus de combinatie van competities waarin je speelt, ja, die bepalen de waarde van zo'n seizoen. En het had nog wel iets door mogen gaan Europees, graag. Maar we hebben overwinterd en we hebben wel weer op een behoorlijk niveau laten zien waar we staan. Ja, maar dinsdag speel je tegen Benfica, die uitschakeling die volgt dan. Dan moet de knop om, dan moet je naar Feyenoord. Wat is het eerste wat je dan gaat doen na zo'n avond hier in het Philipsstadion? Een beetje sfeer erin brengen. Dat is wat we de twee trainingen hebben gedaan. Sfeer. Benadrukt dat wij niet verloren hebben omdat we gefaald hebben, omdat we het slecht hebben gedaan. We hebben een prima wedstrijd gespeeld. Ja. Maar sfeer, hoe ziet sfeer brengen eruit dan? Hoe doe je dat? Dat kun je ook niet forceren, maar die jongens die moeten dat oppakken. Je kunt wel met bepaalde dingen die je aanbiedt, met tikspelletjes, net even wat langer een rondootje, een lach eventjes terugbrengen, niet te serieus die trainingen aanpakken. Dat kan helpen bij het verwerken. En daarbij ook gewoon praten in alle realiteit van wat is ons overkomen en wat moeten we nu, wat staat ons te doen, wat willen we nog? Wat zeg je dan tegen die gasten? Ja, nogmaals, vooral dat ze niet kunnen blijven hangen in die rouwmomenten. En terughalen op de doelstelling die we vooraf bepaald hebben. Dat is kampioenschap. Ja, wat hebben we dan nodig zaterdag? Ja, winst. Ja, ja. En zo kom je rustig weer terug tot de realiteit. En dat hebben, ik moet zeggen, grote complimenten voor die jongens. Die hebben dat echt heel goed opgepakt. Maar leg je de nadruk dan op bepaalde spelers? Bijvoorbeeld een Konings en een Peru die strafschop hier misten. Maar hebben die extra aandacht nodig op zo'n moment? Nou, nee. Ja en nee, maar het is de vraag, het heeft onze aandacht, maar het is de vraag of het nodig is om daar de nadruk op te leggen. Ja, die jongens die weten wat er daar is gebeurd, dat ga ik echt niet met even een gesprekje weghalen. We hebben heel normaal gedaan, we hebben ook meteen na de wedstrijd al gezegd, jongens, we hebben verloren, klaar. Ja. Als je hem niet neemt, ga je hem ook niet missen. Het punt is wel dat we natuurlijk met die jongens, mochten ze ooit nog een keer in die situatie komen, dat ze wel iets geleerd hebben. Nou, dat is niet iets wat we meteen daarna hoeven te doen. Dat kan later wel een keer komen. Ik moet zeggen, ze hebben het fantastisch opgepakt, alle twee. En daar zijn we natuurlijk gewoon allemaal blij om. En vooral die jongens zelf. Ja, en dat ze het fantastisch op hebben gepakt, dat bleek afgelopen zaterdag. De wedstrijd tegen Feyenoord, het werd een heerlijk duel. PSV Feyenoord is ook bij spelers tot 19 jaar de topper van het weekend. De nummers 1 en 2 uit de kampioenscompetitie tegen elkaar. En vanaf het begin maakt PSV duidelijk wat het wil. Het verdedigt vooruit. Het wil winnen en afstand nemen van directe concurrent Feyenoord. Sadilek met de paas op Pirou. Tussen twee tegenstanders in vindt hij toch de ruimte voor de goede voorzet.
En daar is Hatou die goed wegdraait en via de binnenkant van de paal PSV op voorsprong zet. En dat is na 10 minuten een prima start. En dan naar het slot van de eerste helft. Konings op rechts. Hatou. En daar is Pirou. Met een fantastische uithaal. Op slag van rust is de wedstrijd eigenlijk beslist. Pirou geeft Feyenoord met deze fantastische treffer de genadeklap. En het wordt nog erger voor de Rotterdammers. Zeker als de 3-0 direct na rust valt. Prachtige aanval via Pirou, Lonwijk en Konings als eindstation. En dan zijn er nog geen 60 minuten gespeeld. Geert Brusselers kan niet anders dan tevreden zijn over het spel van zijn ploeg. En ze hebben nog één doelpunt in petto. De ijzersterke Sadilek verovert weer een zijn bal, bereikt Konings. In het 1-tegen-1 duel trekt hij naar binnen en met links is het 4-0. En PSV onder 19 doet goede zaken in de kampioensrace. We hoorden voorbij komen, Geert Brusselers kan niet anders dan tevreden zijn. Je bent toch kritisch. Hoe kan dat na zo'n wedstrijd? Dat is toch een goede wedstrijd? Jawel, absoluut. En ik ben ook tevreden en wij zijn ook tevreden. Na de wedstrijd hebben we wel ook... We kijken altijd eventjes terug, kort, op die wedstrijd. En toen heb ik ze eigenlijk grote complimenten gegeven. Laat ik dat voorop stellen. Maar ook gezegd van potverdorie boys, als er ooit een moment was om verder uit te lopen, want jullie hebben een mooie samenvatting gemaakt, maar als je de kansen nog laat zien die we laten liggen, dan is dat jammer. En ja. Ik vind ook dat ze daarnaar moeten streven. Dat zal ook niet vaak voorkomen. Dat je echt beter bent dan Feyenoord, vaak is het toch gelijkwaardig. Nou, nu niet. Ja, dan had het wel mooi geweest om... Te vernederen. Nou ja. Goed. Durf je dat woord niet te gebruiken? Nee, maar dat vind ik ook een slecht woord. Ja. Maar wel om gewoon zo maximaal mogelijk die score te pakken. Ja, maar het had 7-0 mogen zijn. Zaten dit soort mooie momenten bij? Mooie aanval. Dit is zoals je het graag ziet. Want je voetbalt ook goed onder de druk uit van Feyenoord. Mm-hmm. Dit is zoals je het graag ziet, hè? Ja, we spelen hier prima. Ik vond dat ons veldspel er eigenlijk deze wedstrijd nog niet eens zo heel erg goed uitkwam. Maar kijk, het scoreverloop hielp daar wel bij. Hier krijgen we enorm veel ruimte. Dit is natuurlijk gewoon mooi voetbal. Ja. En die mag erin. En we zien ook een paas van Maxime Soulas. Wat is die jongen rustig? Is die altijd zo rustig? Dat is zo'n goede kwaliteit, lijkt wel, van die jongen. Ja, Maxime die maakt een goede ontwikkeling door. Maxime is rustig. Maar voelt hij enige druk tijdens wedstrijden? Want tegen Benfica zag ik hem ook. Ja. Hij voelt wel degelijk druk. Jawel, hij is zelfs enorm kritisch. We moeten hem zelfs een beetje afremmen. Als hij één bal verkeerd geeft, dan wilde dat nog wel eens knagen aan hem. Mm-hmm. Waardoor hij minder vrij speelde. Dus het is niet helemaal een ijskonijn. Er zit emotie in. Alleen ja, hij oogt heel kalm en stoïcijns. En dat is ook een kracht van hem. Maar er zit rek in deze jongen. Hij komt, hij komt uit Frankrijk. Van Marseille komt hij vandaan. Montpellier komt hij vandaan. Het is een eerstejaars A'tje. Dus we spreken over een onder 18 jongen. Dus er zit, hij mag volgend jaar nog een jaar in dit team spelen. Ik zeg al, hij maakt een prima ontwikkeling door. Zoals wel meer spelers bij ons prima ontwikkeling doormaken. Maar hij valt wel op, want hij kwam... Ja. Hij was redelijk onbekend en hij is goed aan de weg gaan timmeren om zijn naam te vestigen. En is het gek als ik zeg, Pirou en Konings hebben zich uitstekend gereverseerd, want die waren gewoon belangrijk. Ja, hebben het heel goed gedaan. Ik zeg al, fijn voor die jongens. Goed gedaan. En kun je ook zo'n week achter je laten. En dan slaapt het allemaal weer net even iets beter. Ja, en we gaan terug naar afgelopen dinsdag tegen Benfica. Ja, prachtige ambiance. Daar wordt dan een hele situatie gecreëerd die lijkt op een situatie zoals dat voor een eerste elftal geldt. Hoe was deze dag voor de jongens en de dag daarvoor? Ze sliepen in een hotel, ze spelen voor het eerst echt in een stadion. Of in ieder geval in het Philipsstadion. Ja. Hoe was dat voor die gasten? Nou, laat ik vooropstellen dat wij in die laatste anderhalf jaar met de Youth League dat we gespeeld hebben, wel ook al veel van dit soort tripjes hebben gehad. We hebben de thuiswedstrijd nu alleen zo dicht mogelijk tegen een uitwedstrijd aan willen krijgen. Dat is in een hotel gaan zitten en met elkaar ook op die wedstrijddag samen zijn. Goed eten, die rust pakken. Maar dat doen ze dus vaker. Dus dat is prima. Dat zijn ze wel gewend. Maar wat ze nooit doen... Dit stadion, dat klopt. Dat is wel uniek. Ja. Nou spelen we
in het buitenland ook nog wel eens in wat grotere stadions. Maar niet dat het zo druk is. Dat vonden we wel heel erg leuk, ook voor de jongens. Dat het ook bijna 5000 man zitten. En 's ochtends gingen ze naar die kleedkamer. Dan mogen ze even kijken hoe de kleedkamer van PSV 1 eruit ziet. Ja. Daar komen ze binnen. En dan, wat is dan de reactie? Want... Ja, nou, er zijn een aantal jongens die erbij waren bij ons, die al daar hadden gezeten. Hè? Ja. Tante Rigo, Sam Lammers. Maar voor de rest is dat nieuw. Ja, en dat is leuk om mee te maken. Dan, ik zeg al, we zijn aan het opleiden om zo dicht mogelijk tegen de situatie aan te komen wat zij straks bij het eerste krijgen. Nou ja, daarom was die wedstrijd dinsdag zo goed, denk ik. Heb jij enig moment in die wedstrijd gedacht, we gaan verliezen? Nee. Je was rustig, hè? We hebben jou gevolgd. Ja. Of lijkt dat maar zo? Is dit schijn? Speelt er in je hoofd van alles? Nou, we zijn over het algemeen redelijk rustig. Geef eens een kijkje in je hoofd. Welke scenario's schieten er nu zeg maar door je heen allemaal? Ja, nu ben je aan het juichen, want er wordt gescoord. Ja, dat was de 1-0. Maar je bent ook boos. Jawel, maar dat is ook oké. Kijk, ik ben over het algemeen zijn wij redelijk rustig. Maar emoties zijn er natuurlijk. Maar het is niet aan mij om mijn emoties over te brengen op de spelers, tenzij ze er iets aan hebben. Ja, tenzij ze wat meer aangejaagd moeten worden. Nodig, ja, maar dat was deze wedstrijd niet het geval. Dat is vaak niet het geval. En dan ben ik rustig. Na zo'n wedstrijd ben ik natuurlijk niet rustig. Nee. Maar goed, op dat moment heeft het geen zin om mijn frustraties de vrije loop te laten. Maar dan schieten de scenario's wel door je hoofd, zoals bijvoorbeeld een wissel van de Meulenhof, Rulo. Want je wisselt de keeper, omdat dat strafschoppenscenario eraan zit te komen. Ja. Nou, dat was van tevoren doorgesproken. Okay. Dat wist iedereen, dus dat is niet iets wat dan in mijn hoofd omgaat. Dat hebben we met de keepers besproken, dat hebben we met het team besproken. En uiteindelijk heb ik gezegd, als wij nog een wissel over hebben, dan wisselen wij. Want de statistieken van Jury die zijn op het gebied van penalties beter dan die van Mike. En je hebt dat al eens eerder uitgeprobeerd? Ja, week daarvoor speelden we voor de beker. Hetzelfde scenario. Tegen ADO Den Haag. Maar toen pakte hij 50% van de ballen. Dus, dus het was een logische. Sterker nog, als we dat niet hadden gedaan, dan vind ik dat ons iets te verwijten viel. Oké. Ja. Het pakt niet uit zoals we willen. Ja, dat is voetbal, want we hebben geen zekerheden. Wat heb je met de term leerzaam, vooral bij dit soort wedstrijden? Ja, nou ja, goed. Dit is leerzaam, maar we moeten uiteindelijk wel een keer ook gewoon klaar zijn met leren. Dat kan ook niet, want we raken nooit klaar. Maar je weet waar ik naartoe wil, want Art Langeler, hoofd jeugdopleidingen bij PSV, die zegt ja, ik word een beetje gek van de term leerzaam. Ja, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik snap het. En daar zit natuurlijk ook een frustratie onder die bij ons er ook zit. Vorig jaar geweldig. Superseizoen gedraaid in de competitie, beslissingswedstrijd Ajax, leerzaam, maar niet gewonnen. Nee. Vorig jaar uitschakeling Youth League tegen AS Roma met penalties, leerzaam, maar niet gewonnen. Maar ben je dan gewoon niet beter? Dan ben je dus gewoon nog net onder die top. Ja, want anders win je ze. Ja, zo dus simpel is het dus. Dus we hebben nog een stap te zetten. Dus welke stappen denk jij dat er dan nog nodig zijn? Of is dat heel moeilijk? Dat is. Kijk, als we daar zomaar eventjes een antwoord op hadden, dan zouden we allemaal al verder zijn. Nee, ja, goed, dat heeft vooral in mijn optiek te maken met. Kijk, we zien dat wij voetballend voor niemand onderdoen. Nee. Fysiek denk ik dat, hè, want dat is ook nog wel eens een criterium waar we van zeggen, daar blijven we achter ten opzichte van de rest van Europa. Nee, niet meer van toepassing als ik het even heb over PSV onder 19. Dan betekent het toch dat op het moment suprem dat wij moeten kunnen leveren. En dan zijn andere teams in Europa, die niet beter voetballen, die fysiek niet verder zijn, die technisch of tactisch niet verder zijn, toch in staat om dat wel de streep over te trekken en wij nog niet. Omdat het killers zijn? Of omdat het mentaal sterkere gasten zijn? Dat kunnen we hier niet in 3 minuten even gaan ontrafelen. Nee. Dat is waarschijnlijk iets van inderdaad van cultuur, achtergrond, onze manier van opleiden. Ja, waar heel veel goede dingen aan zitten, maar waar misschien op dat aspect dingen in zitten die kunnen verbeteren. En daarom is het wel eens leuk om te kijken naar een Benfica of een AS Roma of andere teams. Hoe komt dat nou? Waarom zijn die jongens op dat moment wel in staat om dat te doen? En waarom lukt dat ons niet? Dat is ook wat Art Langeler zegt. Veel ook naar buitenlandse clubs kijken hoe zij dat doen, expertise van hun opdoen. En nou goed, we gaan dat volgen in ieder geval. Want op dat gebied zijn er nog wel wat stappen te zetten. We gaan ook even kijken naar afgelopen vrijdag. Jong PSV nam het op tegen RKC Waalwijk. Een wedstrijd met heel veel doelpunten.
De paal was de grote sta in de weg in de beginfase van het duel tussen Jong PSV en RKC Waalwijk. Want dit is Sam Lammers. Een minuut gespeeld en hij treft de paal. Een minuut of zes later een strafschop. Opnieuw Lammers achter de bal. En weer is daar de paal. Tot tweemaal toe dus geluk voor Timothy Williams, de goalie van RKC Waalwijk. En hij ziet aan de andere kant een eigen treffer van Damien van Brugge. En dan leidt RKC op de hertgang. Rigo met een mooie opening op Kenneth Paal. Gaat het duel aan met Gigli Ndeffe, maar daar is dan Albert Gudmundsson. En vanuit een moeilijke hoek scoort hij binnen het half uur de gelijkmaker. En dus toch een treffer in die eerste helft voor Jong PSV. Na de T is dit Lammers met de bal op. Jawel, Albert Gudmundsson. Een beetje identiek aan zijn eerste treffer. En zo staat het dus 2-1. En het zou sowieso de avond worden van Albert Gudmundsson. De paas van Alberto Gudmundsson met zijn derde loepzuivere hattrick. Maakte er al 2 tegen NAC, nu dus 3 tegen RKC. En Jong PSV gaat deze wedstrijd winnen. Gudmundsson legt ditmaal af op Lammers. Het balletje is niet helemaal fijn voor de spits van PSV, maar die maakt er het beste van. 4-1 wordt het voor Jong PSV. Het wint opnieuw, nu van RKC. Ja, PSV, Jong PSV doet goede zaken. Het zijn voor jou de laatste maanden, Geert. Bouw je dat het avontuur zeg maar hier erop zit? Nee, want anders had ik de keuze daarin niet gemaakt. Zo'n werkomgeving is wel uniek. En ik geniet daar nog steeds enorm van. Ik heb er ook enorm van genoten. Mm-hmm. Is het logisch dat je weggaat? Voor mij wel. Ik wil heel graag mijn coachbetaald voetbal gaan halen. En ik wil ook weer werkzaam gaan zijn, of als hoofdjeugdopleiding of als assistenttrainer. Maar het liefst dan ook naar het seniorenvoetbal toe. Ja. Daar past in principe PSV nu niet meer bij, voor mij. Maar dat neemt niet weg dat dit een omgeving is die geweldig is. En super leerzaam om alweer in de term leerzaam te spreken. Goed. Nou, we gaan dat in de gaten houden. Jij heel veel succes in ieder geval in de toekomst. Wij gaan even kijken wat er morgen in PSV-TV zit. Morgen veel aandacht voor de jeugd van PSV met onder meer de ontmoeting tussen PSV onder 17 en FC Utrecht. Ja, morgen hebben we dus weer een chockvolle uitzending. Geert, ga jij nog carnavallen? Ja, de kans bestaat dat ik vanmiddag een uurtje ga kijken. Ja. In je vuilnismannen-outfit, volgens mij, hè? Ja, die kant zit er wel weer in, zeg maar. En waar kunnen we je dan vinden? Welke stad? Dat is Breda, want daar woon ik. Kielegat. Correct. Mocht je zin hebben om Geert te ontmoeten, dan moet je dus naar Kielegat. Onherkenbaar. Dan kom je Geert Brussel eens tegen. Bedankt voor je komst en heel veel succes nog de laatste maanden hier bij PSV. En gaan voor dat kampioenschap. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er dus weer met een bomvolle uitzending. Ik zie je dan. Tot morgen. Dankjewel. Leuk. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl.